Nederlandse kinderen eten niet gezond. Slechts 2% eet voldoende groente en slechts 5% voldoende fruit. Meer dan 1 op de 10 kinderen tussen 4 en 20 jaar heeft overgewicht. Veel kinderen weten niet waar hun eten vandaan komt, hoe het geproduceerd wordt, wat pure smaken zijn en hoe zij eten kunnen bereiden en bewaren. Jong leren eten is een 4-jarig programma van de ministeries van Economische Zaken en VWS, gestart in 2017, met als doel kinderen bewuster met voeding om te leren gaan. Het programma richt zich enerzijds op de herkomst van het voedsel en anderzijds op de keuze, bereiding en consumptie van voedsel. Jong leren eten werkt aan een duurzaam en sluitend netwerk van kinderopvang, scholen, GGD'en, natuur- en milieueducatie, gezonde school, jongeren op gezond gewicht, boerderijeducatie en groene ondernemers. Jong leren eten faciliteert onder andere bedrijfsbezoeken en kooklessen voor scholen door een subsidieregeling. Er wordt ook ingezet op een integraal aanbod van lesprogramma's, gecombineerd met leren in de praktijk. Beleven met hoofd, hart en handen. Jong leren eten sluit aan op de bouwstenen in het leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl van SLO. Jong leren eten heeft voor de provincie Drenthe makelaars. De Drentse makelaars Jong leren eten weten het regionaal aanbod breed en duurzaam te organiseren en denken mee over een samenhangende aanpak die voor scholen werkt. De makelaars werken nauw samen met de adviseurs van de GGD Drenthe, JOG en IVN Natuureducatie. De Jong leren etenmakelaars fungeren als een soort wegwijzer en aanjager. Eten kennen en herkennen, proeven en waarderen, weten waar het vandaan komt en hoe het tot stand komt. Eten klaarmaken. Het is een prachtig leerproces waar kinderen later de vruchten van plukken. Jong leren eten is een initiatief van